gieren en hartkleppen, zeg maar. Maar ja, wij gaan genieten. Goedemorgen allemaal, deze prachtige zondag. Lekkere blauwe lucht, al een klein beetje stapelwolkjes binnen, maar ik kan de pret niet drukken. Het is, ik sta hier nou bij de top van de temperatuurmeter, 21 graden in de schaduw, dus de zon half tien mijn bed uit. Lekker op mijn gemakje wat vlogjes gekeken en wat dingen zelf al gedaan in het editprogramma, mijn foto's bewerkt. Want ik zag dat mijn fotobewerkingsprogramma waar ik mijn thumbnails mee maak, het niet meer doet. Dus ik moet even wat nieuws verzinnen. Dus ook dat thumbnail van vandaag. Dus voor jullie van afgelopen zondag. Die ziet er anders uit, want ik kon hem dus niet meer maken in fotojet.com. Die is offline op een of andere manier. Dus ik doe het nu maar in PicMonkey en gewoon met Sony Vegas. Ja, de plannen voor vandaag is natuurlijk Formule 1 kijken om 2 uur. Dus vanaf 1 uur gaan we naar de voorbeschouwing kijken op Sky Sports. Hopen dat Max het goed doet. Ik zag op Twitter dat er echt kilometers file staan richting Spa. En dan moet natuurlijk vanmiddag alles weg. Dan kennen we iemand die er vorig jaar en het jaar daarvoor ook geweest is. En als je daar op de camping staat, dan mag je tot 's avonds laat al eigenlijk gewoon de camping niet verlaten na de race. Want het is gewoon veel te druk. Omdat het één grote trechter is. Alles moet over één weg daar weer vertrekken. Ik ga lekker een bakje koffie. Dus ik heb net een bakje koffie gezet. En dan ga ik even lekker van genieten. De planning voor volgende week in mijn agenda zetten. En dan zullen we wel zien wat de rest van deze dag gaat brengen. Ik wens jullie natuurlijk allemaal een super fijne dag. En ik zie jullie gewoon later. Mijn zwarte vriend is natuurlijk ook weer bij, dit keer met een telefoon. Dan zie ik de planningen dus zo uit. Elke dag doe ik erin zitten. Welk vlognummer op die dag wordt opgenomen. Instagram, Twitter en Facebook, dat moet posten. En dan zo verder voor de hele week. Eigenlijk gewoon een soort to-do-lijst die erin staat. Maar dat werkt voor mij gewoon echt super goed. En dan kan ik het aanraden, want je hebt een overzicht wat je moet doen, wat je nog niet gedaan hebt. En ik werk het liefst met to-do-lijstjes en dit werkt voor mij super. Maar nu is het tijd voor koffie. Het is gewoon echt in de zon gewoon warm. Ik zit ook hier zo in de schaduw op mijn benen in de zon. Het brandt gewoon. Ik heb vandaag natuurlijk ook voor de eerste keer dat crèmetje dat ik gisteren had gekocht bij de Kruidvat opgedaan. Ik moet zeggen, ik vind hem niet heel erg lekker. Ik krijg er een beetje een trekkerig gezicht van. Als ik in de spiegel kijk, glim ik helemaal. Dus ik ga zo meteen gewoon even lekker crèmetje doen van de Lidl, wat ik vannacht heb opgedaan. Dat was wel echt heerlijk. Ik heb er een satijnzacht huidje van. Dus dat ga ik zo meteen nog even opsmeren. Maar nu eerst tijd voor koffie. Water.
ik. Ja, ja. Je ziet het, Willem gaat nog een bak koffie maken. Heerlijk. Ik maak zo gelijk een bakje koffie. Nou, dat moet ik allemaal afwachten. Hè. Nou, alles lekker in de tuin gedaan. Alsof het je eerste bak koffie is hier. Nee. Ik heb nog geen klachten gehoord vanmorgen. Nee, zeker wel. Ik ga me naar lekker douchen, aankleden. Een stukje met je hond lopen. Het zonnetje is in ieder geval weg. Net even lekker de reclame volgen, zo eens te kijken. Ja, dat geloof ik. Ja, een kledingrek. Voor 6 euro. Van handig voor op zolder. Dan kunnen we die andere spullen ook eens een keer ophangen. Wat niet meer in de kast past. Ja. Helemaal niet veel kleding hoor. Helemaal nee. Niet. Dus dat ga ik dan maar eens even halen. Met een big bazaar. Ik zag dat elke betalende klant vanaf dinsdag krijgt het tweede kaartje voor slagharen gratis. Leuk man. Dat is echt wel heel erg leuk dat daar mee doen. Hoe die zijn niet meer? Daar ga je, dat hoeft er ook niet. Dat is op zich gewoon hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Attractiepark. Ja, vroeger ben ik er wel eens geweest met mijn ouders. Nou, er waren natuurlijk echt paardenmensen. Mijn vader ook. Ik kreeg een pony mee, die had van die doorrijdplekken op zijn schoft. Mijn vader vloog het ook terug. Zo'n pony kan je niet meegeven aan zo'n huis. Hartstikke zielig. Daar waren ze niet heel blij mee. Maar ja, die ponies waren ook niet blij als ze met zulke honden weggegeven worden. En ik kom dadelijk terug om te zien of die hier wel op stal staat. Dat kan je niet maken. Nou, hij stond inderdaad een beetje op stal. Het is inmiddels wel einde van de ochtend. Dus het steeds zit op mijn rug van wat ik in de tuin heb gedaan. Het is gewoon echt benauwd. Dus een bakje koffie onder de douche. En dan Formule 1 kijken. Yes, 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 yes. Hé? Zin in? Ja. Heel benieuwd. Start is natuurlijk altijd het spannendst. Eerst rondje. Gieren hartkleppen, zeg maar. Maar ja, wij gaan genieten van de rest van onze zondag. En wij zien jullie gewoon later. Ja, alles gedaan, lekker getoucht, aangekleed, comments beantwoord, een vlog gedeeld op Facebook, moet ik alleen nog even op Instagram zetten. We zaten nu lekker in de tuin, lekker comments te beantwoorden en het is echt gewoon hot, hot, hot. Maar mij hoor je niet klagen, want ik word daar helemaal gelukkig van. De voorbeschouwing is inmiddels begonnen van de Formule 1 en echt geweldig hoe zowel Duitsland als Sky Sports... Allemaal zijn ze onder de indruk van de Oranje Zee in Spa. Echt geweldig. Wat natuurlijk ook super mooi is, is dat de zoon van Michael Schumacher in de Benetton van 1984 een rondje heeft gereden met een speciale helm. De helm op. De helft van hem en de helft van zijn vader. Echt geweldig, speciaal ontworpen voor vandaag. Omdat het vandaag, nou ja, volgens mij was het officieel gisteren. 25 jaar geleden zijn eerste Formule 1 overwinning maalde. Super mooi gebaar, was natuurlijk een waanzinnige coureur. Het is natuurlijk eeuwig zonde dat het... ja, we weten er eigenlijk niks van. Ik ga er maar gewoon vanuit dat het gewoon een kastplantje is. Anders had er al lang wat over naar buiten gekomen. Of beelden van hem naar buiten gekomen. Maar ja, ik ga het... die zwarte vriend nog even snel uitlaten. En dan voor de buis... De rest van de voorbeschouwing kijken en genieten van de race. Tot later. En daar staat hij weer. Dit is toch ongelooflijk. Die jongen kan beter gaan fietsen. Zo triest. De emotie in zijn stem. Het I can't believe this. Nou, wij ook met z'n allen niet. Onvoorstelbaar. Inmiddels is het 8:30. Ik zit aan de livestream van Scorps te kijken. Er staat een vlog in de render. Inmiddels heeft Willem nog 2 reps is hij aan het opwarmen voor me. Die zijn over voor gisteravond. Dus die ga ik lekker eten. En Willem gaat tataartjes maken. Wat ik voor vorige week een keer op brood had voor mijn woensdagavond. Dat gaat Willem nu maken op die trekking. En ja, ik heb vanmiddag eigenlijk weinig meer gevlogd nadat de debacle in Spa. We waren er allebei hier een soort van. Ik wil niet zeggen ziek van, maar. Ik had 2 geroosterde boterhammen met boter en suiker. Dat vind ik altijd heel erg lekker. En normaal gesproken als ik er 2 op heb, dan heb ik altijd weer trek in er nog 2. Nou, dit keer dus eventjes niet, want mijn maag draaide gewoon om. Want het was echt verschrikkelijk. Ik ben ook blij dat Max zichzelf nu gewoon goed heeft uitgesproken. Dat Jos zichzelf goed heeft uitgesproken. En laten we hopen dat er een oplossing komt. We weten in ieder geval dat volgende week alweer dof ellende is, omdat hij een nieuwe motor moet krijgen. En dus gelijk weer een crit penalty voor zijn broek krijgt. Dus... Ja, als je getikt wordt, Willem zit daar op de hoek van de bank met Chester te spelen. Het is even wachten tot de reps klaar zijn en dan gaan we lekker happen. Dus ik zie jullie zo. Nou, helaas is de salade van gisteren op.
Maar dat maakt niet uit, dit is net zo lekker. Dus ik heb wat extra van die groene troep genomen. Kwarkermolen. Willem gaat zijn tartaartjes doen. Ik ga snel terug naar de chat. Dus ik zeg bij deze, bon appétit. En ik ga ook gelijk de vlog afsluiten. Want ja, ik ga alleen nog maar in de chat zitten. En Willem zit ook te kijken, dus hij gaat alweer ook weer verder in de stream. En het moderaten. En nou, verder gaan we niks bijzonders meer doen. En het is nu nog licht, dus denk ik, vind ik bij deze gelijk. Dus ik zeg gewoon bij deze, fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet. Tot vlogs. Bye.